Finabank heeft vandaag haar 5e filiaal in gebruik genomen en wel aan de Indira Gandhiweg. Almar Gisberts, commercieel directeur van de Finabank, zegt dat het filiaal is geopend omdat de vraag daarnaar in Wanica erg groot was. De bouw van het filiaal heeft enkele maanden geduurd en heeft ruim 1 miljoen US dollar gekost. Banken gaan nu over tot digitaal bankieren, waarbij klanten niet per se naar de bank hoeven om hun geldzaken te doen. Gisbert zegt dat het filiaal in Wanica dient ter ondersteuning van de digitale dienstverlening van de banken. Wij hebben onze strategie gekozen als digitale strategie. We willen veel meer digitaal doen. Dat betekent dat we de diensten willen leveren vanuit uw luie stoel, thuis of op het werk of waar u zich ook bevindt, misschien op vakantie. Maar we hebben toch gezien dat het ook tijd kost. En die tijd die willen we graag gebruiken om ook nog een filiaal zoals in Wanica op te zetten, om onze digitale strategie daarmee te ondersteunen. Als je naar Wanica kijkt, het heeft ongeveer ruim 100.000 inwoners. Het is een heel belangrijk district. We hebben ook gezien op Google Maps door de jaren heen dat het enorm uitbreidt. Het is echt een groeikern. Heel veel mensen gaan hier wonen en wonen hier. Het wordt steeds drukker, steeds professioneler. Er zitten een heleboel bedrijven in de buurt die we ook graag verwelkomen. We zien ook een aantal bedrijven die hier gekomen zijn. We hopen ook onze nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Gabriella Gunish, waarnemend brandmanager Finabank Wanica, zegt dat zaken doen in het filiaal in Wanica de klanten een thuisgevoel moet geven. In Suriname zijn wij helaas nog niet zo ver op het gebied van thuisbankieren en zeker ook niet digitaal bankieren. De mensen hebben nog geen comfortabel gevoel daarbij. De keuze om een filiaal neer te zetten is de effort die wij erin willen gaan stoppen om onze mensen, de Surinaamse gemeenschap, te gaan educeren. Om zeg maar door te gaan en uiteindelijk echt wel van huis uit te gaan bankieren. De waarnemend brandmanager Finabank Wanica, Gabriella Gunish. Ze zegt dat het streven van de bank is om de nummer 1 financiële provider te zijn in Suriname.